Goedendag, je kijkt naar het schaatsjournaal van Weerplaza het is alweer het achtste schaatsjournaal. Het schiet behoorlijk op en ik hoop dat jullie allemaal aan het genieten zijn, want deze foto van Willy Bonink, die laat het zien. Jong en oud op het ijs en vooral jong, dik aangekleed en dat is natuurlijk ook nodig bij die huidige weersomstandigheden. Veel plaatsen wordt er inmiddels gelukkig geschaatst, het zijn wel op de kleine plassen op de ondergelopen slootjes en uh, op de ijsbanen die goed bewaard worden, want het ijs is nog steeds verraderlijk en dat zal niet veranderen. Afgelopen nacht weer lage temperaturen, zo tussen de min 6 en de min 10 graden. En uh, ja, op heel veel plaatsen dicht bij de min 10 graden. Goed natuurlijk voor daar waar al ijs ligt. Maar de wind, dat is de hoofdzaak deze dagen. Windkracht 5 tot 8 stond er halverwege vandaag. En dat zorgt voor gevoelstemperaturen van min 8 in het zuiden tot min 14, min 15 graden op de Waddeneilanden. Ijs en ijskoud is het in Nederland. En dat allemaal door die wind. En die wind gaat voorlopig nog niet afnemen, want ook morgen en zaterdag waait hij nog steeds stevig uit het oosten. Dus de temperaturen blijven voorlopig nog laag. Maar dat betekent ook dat als je je goed aankleedt, dat we gewoon kunnen genieten van het schaatsen. En dat we ook de kleintjes het schaatsen kunnen gaan leren. Zo wordt iedereen er steeds beter in. Want niet alleen gisteren en vandaag lukt het op uitgebreide schaal. Maar ook morgen en overmorgen nog. En hou je niet van schaatsen? Zoek dan toch die waterkant op. Er zijn hele mooie foto's te maken op dit moment. Maar we focussen natuurlijk op het weerbericht. Morgenmiddag temperaturen rond het vriespunt in het zuiden van het land. Min 4 in het noorden en nog steeds die ijzige oostenwind. Kijken we naar zaterdag, dan zien we dat de temperatuur in het zuiden nog steeds rond het vriespunt ligt. En ook in het noorden blijft het vriezen. Er komt dus nog geen dooi aan, dus we hebben nog twee ijsdagen voor de boeg. Kijken we dan wat verder in Europa, dan zien we dat er bij ons code geel heerst, vanwege die lage gevoelstemperaturen. Maar we zien dat wij niet de enige zijn in de waarschuwing. Heel veel landen hebben code geel of code oranje. En in Engeland en in het voormalig Joegoslavië zelfs code rood. En dat is meestal allemaal vanwege zware buien in de vorm van sneeuw of door hele lage temperaturen. De winter bevindt zich in een groot deel van Europa en laat zich goed voelen. En toch? Loopt het winterweer geleidelijk wel op zijn einde? Pak deze dagen dus wel. Morgen en overmorgen. Want morgenavond gaat het in het zuiden van het land licht sneeuwen. En in de nacht na zaterdag breidt dat sneeuwgebied zich waarschijnlijk uit naar het midden van het land. En dan kan er zo 1 tot lokaal 4 centimeter vallen. Denk dat in de noordelijke provincies het droog blijft. Daar dus zaterdag nog goede schaatscondities. In het midden en zuiden is het allemaal ietsje minder ideaal, doordat er wat sneeuw op het ijs kan liggen. En vanaf zondag dan is het voorbij. Temperaturen lopen dan op naar 4 graden waarschijnlijk in het noorden, 8 graden in het zuiden. Heel misschien dat de kou in het noorden nog wat langer blijft plakken, dan zou het in het noorden nog steeds kunnen, maar de, zet, de dooi zet toch stevig door. En dat geldt ook voor maandag, temperaturen dan van 5 tot 8 graden. En als er buien vallen, misschien nog een vlokje natte sneeuw erbij, maar vooral ook regen. Dus ik eindig het schaats weer misschien niet met zo goed nieuws, of juist wel, want de komende dagen kun je nog even schaatsen. Ik ben Giel Severin van Weerplaza.